Je mag eens gokken voor hoeveel dagen dat wij weggaan. Deze overvolle koffer, dames en heren, is voor één nacht. Ja, voor mij toch? Voor twee dagen dus eigenlijk, vandaag en morgen. Voor twee personen. Voor twee personen hebben wij onze koffer gemaakt, want wij gaan naar het mooie, gezellige Maastricht. Inderdaad, dat is eigenlijk vlak over de grens en dat is een heel gezellige stad. En daar hebben wij een leuk hotelletje gevonden. Het heet de Student Hotel, daar gaan we naartoe. Lekker overnachten. En we gaan ons laten onderdompelen door de gezellige stad. We gaan niet alleen naar Maastricht, we gaan ook naar Aken. Ja, we gaan onze meubels ophalen. Ja, juist, je weet het wel. Een paar vlogs geleden hadden we nog ruzie in een meubelzaak over wat we allemaal zouden kopen. We hebben nachttafeltjes besteld. We hebben één kleerkast besteld. TV-meubeltje, want dat staat nu op zoiets. En dat is echt heel erg lelijk. Dus er komt nu iets in de plek met deurtjes en zo. Moeten we dat natuurlijk wel nog in elkaar zetten. Maar dat is weer een zorg voor later. Ja. Die dingen die zijn klaar. Dan gaat die waarschijnlijk ontstaan. Nee. Maar nee. Meestal, als jij je niet bij me bemoeit, kan ik het eigenlijk helemaal alleen aan. Ja. Twee nachtkastjes en de tv-meubel is klaar. Dat wil zeggen dat we dat kunnen gaan halen. Hebben we nu een mailtje voor. Daarom dat we eigenlijk ook maar zo weinig mee hebben. Want als we niet al die meubels zouden moeten meenemen, ook nog in onze auto, dan hadden we vast wel twee koffertjes meegenomen. Heb jij een koffertje en ik een koffertje? Ik heb eigenlijk al weinig. Maar toch is het wel veel. Meestal nemen we echt altijd veel. We gaan nu met deze koffer naar de auto en we rijden die richting uit. Naar Maastricht. We hebben een uurtje gereden en we zijn aangekomen. In de achtergrond zie je het gebouw waar de Student Hotel is ingevestigd. Dus we gaan er eventjes naartoe. En we zitten al in de lift. Ja. De liftmijn met een glazen wand. Leuk hè? Wow. Zien we ons naar boven gaan. We gaan helemaal naar de 7e verdieping. Ja. Daar is onze kamer. We hebben de kamer al gekregen. We zijn ingecheckt. Heel benieuwd hoe ze eruit ziet. De kamer krijgen we trouwens niet, de sleutel hebben we al gekregen. Wat zei ik dan? We hebben de kamer al gekregen, maar we hebben de kamer niet gekregen. Nee, de kamer al niet. Doei! Doei. Wow. Ons YouTube-kanaal zit weer in de lift. Ja. Goed. Kijk, welk kamernummer is het? 711. 711. Ga je even zoeken. Toffe nummertjes. Ja, 015, 015. 011. 711. Hier moeten we binnen. Ja. Ga je naar binnen? Ja. Sesam, open. Oh, even een sleutel daarin. Welkom in onze kamer. Ik ga je eventjes een rondleiding geven. Wow, er liggen zelfs ballonnetjes op ons bed. Cool. Echt heel mooie kamer, heel mooi bed. Echt heel erg ruim. Modern, ook heel erg design ingericht. Heb je ook nog een televisie, je hebt hier ook nog een werktafeltje. Je hebt hier ook nog een espresso koffiemachine, een waterkoker. En je hebt ook nog 90 minuten zandloper. Misschien wel leuk om eventjes zo 90 minuten of langer te gaan bijvoorbeeld. Hè? Ah ja. Ja. Je hebt ook nog een kluisje, ook nog thee. Ik ben benieuwd naar de badkamer. Kapstokje. De badkamer zou ook wel hebben, denk ik. Haha. Oh, kijk! Wat? Dit is een eetrolse mamaboom. Quack, quack. En dit is echt ook op het water, kijk. Super grappig. Echt leuk. Hier heb je dan een grote inloopdouche. En hier heb je het toilet. Ja, wow. Het is een leuke kamer, hè? Ja, echt heerlijk. En wat is het uitzicht eigenlijk? Ja, ik had ook het al gezien. We hebben uitzicht op een klein haventje hier in Maastricht. Ja, heel leuk, ja. Oh. Ik vind bootjes kijken altijd leuk, ja. Dus dat is echt wel tof. We gaan hier een korte, maar heel leuke tijd hebben. Vind je het hier mooi? Ja, heel mooi. Zijn we klaar om naar de stad te gaan? Ja, is goed hoor. Deze dit lezen. Hallo, dag Jolien en Yellow. Yellow, heb je een nieuwe naam hier? Yellow, ja. Amai, wat leuk dat jullie hier bij ons verblijven. Dat wordt weer verrassend genieten. In de kluis van deze kamer ligt nog een verrassing. Ja, de kluis hebben we al gevonden, is dat hier, hè? Juist, ja. Ja, er zit dus een verrassing. Oké. Okay. Maar die is vast. Ja, dan moet je hem... Gaat die open. Veel plezier, Team Maastricht. Ja. Hoe gaan we die open krijgen? Dat is een hele goede vraag.
Ik zal eens mijn geboortejaar proberen. Waarom zouden ze jouw geboortejaar nemen als code? Echt, dat doet dus helemaal niks. Maar wacht eventjes. Als we nu eens de postcode zouden gebruiken van Maastricht. Dat is 6, 2, 1, 1. Search. Hoepa! Wauw! We hebben de kluis. Oh, en nog een ballon. Wow. En nog... Hagelslaag. De echte 100% chocolade hagelslaag. Heel leuk. Dankjewel. En dan nog leuke van die dingetjes voor het gaan slapen. Kijk, cool. We zijn nu helemaal klaar om de stad Maastricht eventjes kort onveilig te maken. Kort? Kort, ja. Natuurlijk. Ik zeg het, we zijn hier niet vanaf start gegaan met de trap. Ja. Dat is gezond. We zijn nu op de... wel, ja. Hè? Eventjes 6 verdiepingen naar beneden. 7. Ja, we zijn op de 7e, hè? Dus we gaan nog 6 naar beneden. Ah ja, oké. Is goed voor onze benen. Ik weet geen leuke deuntjes meer. We zijn terug beneden. Met alle leuke deuntjes onderweg. Maastricht heeft heel gezellige winkelstraatjes en heel mooie huisjes, zo vind ik. Heel gezellig gebouwstijl, hè? Ja, heel leuk. Ja. Is ook een mooie vitrine, hè? Nu lopen we hier op het grootste plein van Maastricht, het Vrijthof. Het is een groot plein, hè? Ja, heel mooi. Nu is er niks te doen, maar soms staat hier wel eens een groot podium. Dan kan je genieten van een concert. Weet je van wie hier de bekendste artiest is in Maastricht? André Rieu. Inderdaad. En wat doet hij? Muziek maken. Ik had het daarnet verteld. En dan aapt ze mij gewoon aan, maar ze weet eigenlijk is geen flauw wil wie André Rieu is. Nee, je zei daarnet, André Rieu die heeft hier ook al een paar keer opgetreden. Natuurlijk, dus het is een thuishaven hier. Ja, dat weet ik wel. Maar ja, dus ik dacht dan ook van ja, dan zal het waarschijnlijk André Rieu het juiste antwoord zijn. Dat is correct, maar je weet wel wie het is. Nee, het is eerlijk, hè, toch? Hij maakt muziek. Ja, weet je... post hieronder eens in de reacties als je weet welk instrument André Rieu bespeelt. Zoek je nog een hoed? Dan zit je in Maastricht goed. Als je er hier geen kan vinden, dan weet ik het ook niet meer. En voor de mannen is het direct zo voordelig, want de mannenhoeden zijn nu aan de helft van de prijs. Ja. Sla je slag. Zeg nooit zomaar een boekenwinkel tegen deze gepimpte kerk. Ik vind dat leuk. Zo van die kerken die een andere functie krijgen. Dat is toch wel bijzonder, hè? Ja, wel leuk. Heel mooi. Heel mooi, ja. We zijn nu in een kookwinkel. En we zijn niet omdat we keukenspultjes nodig hebben, maar omdat we hier zijn naartoe gebracht door een geocache. Je ziet hier een oud kluisgebouw. Vroeger was hier een bank. En dit was dan eigenlijk de kluiskamer. Ja, leuk, hè? Ja, en is nu ook gewoon toegankelijk. Dus dit zijn allemaal kluizen, oude kluizen van bankjes. In veel gevallen zit er nog zo een bakje in, met dan daar binnen, ja, niks meer, hè. Behalve in één kluisje, daar zit nog ergens een geel kluis. En? Welke diamanten zouden hier allemaal niet verstopt zijn geweest? Dus het is vandaag al de tweede keer dat hij bezig is om hier een kluis te kraken. Ja. Nou, denk je dit? Want kijk, hier hangt er een touwtje aan. Touwtje? Een ketting? Een ketting. Maar... Oké, is het dit? Ik zie een geocaching logo. Ja. We hebben hem gevonden. Kijk, allemaal trackables, allemaal mensen die al geweest zijn. Deze cache is trouwens een van de populairste in
in Nederland. Het heeft meer dan 4000 bezoeken. Echt? Echt heel veel, hè? Ja. Als u nog eens een kluis gaat kraken, dan wordt het echt wel de kraak de kluisdag van ons, hè? Ja, eigenlijk al, hè? Ja. We hebben vandaag al 2 kluizen moeten kraken. En eigenlijk vind ik het vrij vlot gegaan, want mij zouden echt heel erg veel criminelen zijn. Ja, die weet wel, ja. Trouwens, ik heb daarnet ook eventjes onze geocache gelokt. En blijkbaar, echt super toevallig, is het net onze 1900ste geocache die wij hebben gevonden. Dat is echt al heel veel. Ik krijg vaak trouwens die vraag van mensen, hoeveel geocaches hebben jullie al gevonden en zo. Dus bij deze, 1900. En still counting. Ja. So, we gaan naar de 2000. Ik wil toch nog wel zeker in 2019 toch nog wel de 2000 halen. In principe zou dat mogelijk moeten zijn. Eigenlijk zou ik zo zeggen 2019 halen. Ah, ja, dat is nog wel leuk. Of 2020 als het 2020 wordt. Ja, dan kunnen we één cache maar een verjaardag daarna. Dat zou dan zijn, hè? Hoe bedoel je? Ah ja, als we 2020. Nee, als we in 1 januari 2020 geocaches hebben gevonden, is toch wel leuk. Maar 100 symbolisch. Cache is echt heel weinig voor ons. Dus waarschijnlijk gaan we daar wel over geraken dit jaar. Van tevoren. Denk het ook wel. De kans is denk ik wel heel groot. Het zou mooi zijn. Dus we zijn nu trouwens eventjes nog aan het terugwandelen naar ons hotel. Ja, heel eventjes nog een spelletje spelen of zo. Voor eventjes een beetje rusten. Ja. En daarna gaan we de stad in en gaan op zoek naar een lekker restaurantje. Ik denk dat ik al weet naar waar. Ik denk het ook. Ja. Even de duimpjes omhoog als jij het ook al weet. Als je ons kende, dan wist je dat we hier naartoe gingen. La Cubanita. Als je dat nog niet wist, dan weet je het nu wel. Ik keer hier nog wel een paar keertjes terug. Ja, dat is een van het favoriete restaurant in Nederland. Alcoholvrij. Ja. Alcoholvrij. Nog steeds. Nog steeds. Doe er nog een maandje bij. Ja. Het was een leuke dag. Ah. Ja. En we kunnen heerlijk afsluiten in onze gezellige... Wow. Ik dacht, wat gooit ze nu? Het is een ballon. Daar kan ik nog wel tegen. Wee. En we ballonnen in ons bed. Kunnen zo, heel de nacht kunnen we zo de ballon proberen hoog te houden. Ken je dat spelletje? Ja, heel de nacht vond denk ik niet. Dat vond ik echt een heel leuk spelletje. Oeh. Als kind, hè? Ja, ik vond het. Nog steeds eigenlijk ook. De ballon mag niet op de grond vallen. Ja, toch gebeurt dat ooit wel een keer. Ja, dan is het spelletje gedaan. Ja. Ups. Dus wij gaan nog eventjes spelen. Ja. En jullie. Oei, waarom is het bijna de grond? We kunnen morgen weer opnieuw kijken naar een nieuwe vlog van ons hier. We gaan weer starten uit Maastricht en we zien wel waar we uitkomen. Ja, ik kijk er heel erg naar uit. Maar morgen naar Duitsland. Hè? We hebben vandaag echt heel veel mooie plekjes ontmoet. Ontmoet. Ontdekt. Het is tijd om af te sluiten. Nee, we hebben heel erg veel mooie plekjes ontdekt. En het was echt een hele fijne dag. We hebben 2 keer vandaag gekruist. Ja, ik zeg het, is tijd om af te sluiten. Mensen die geloven zelfs niet van zo'n kiek en alcoholvrij mogen. Duimpjes omhoog en vergeet hieronder niet op het belletje te drukken en ook te abonneren. Doei. Tot morgen. Ciao. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.